Helemaal welkom terug op mijn kanaal. In mijn vlogmas video konden jullie zien dat ik bij de Action ben geweest om kerstinkopen te doen. Want ik wil mijn kamer decoreren voor kerst. Zoals je ziet heeft mijn achtergrond nu een herfstthema. En dat wil ik helemaal gaan aanpassen naar een kerstthema. Dus daarvoor had ik nog een paar spulletjes nodig. En ik ben gewoon bij de Action geweest omdat dat goedkoop is. En ze hebben daar heel toffe dingen. En ik ga die spulletjes aan jullie laten zien. Ze liggen hier naast mij. Maar voor ik dat ga doen, zou ik het leuk vinden als je alvast even abonneert op mijn kanaal. En deze video een like geeft. Ik doe trouwens mee aan Vlogmas, dus ik plaats elke dag een vlog. En daarna plaats ik ook nog eens video's in het thema van kerst en nieuwjaar. Gewoon van feestdagen, dat is mijn favoriete periode van het jaar. Dus daar maak ik heel graag video's over. Maar laten we nu maar beginnen met de Action Show vlog. Dit is het eerste dat ik aan jullie wil laten zien. Het is een sneeuwvlokje met lichtjes. En jullie hebben dit waarschijnlijk wel al gezien in de achtergrond van mijn vlogmas intro. En het ziet er zo uit. Het wilt niet altijd even goed branden, de lampjes. Maar ik vind het zo mooi. En ik vond dat gewoon perfect bij mijn kamer passen. En het kan na kerst ook nog eventjes blijven staan voor winter. Dus daarom heb ik voor dit exemplaar gekozen. Ik heb dit trouwens een tijdje teruggekocht. Volgens mij nog in november. Ik heb dit samen met Romina van het kanaal Dainty Ribbons gekocht toen ik met haar bij de Action was. Ik wou dit nog eventjes in mijn Action shoplog voorbij laten komen aangezien het nog steeds in de winkel verkrijgbaar is. Je hebt dit in een kerstboom, maar ook gewoon in een ster, een sneeuwvlok. Het leuke hieraan is dat je het ook helemaal kan decoreren. Dus stel dat je glitter hier binnen wil, dan kan dat. Het is echt heel makkelijk om te doen, maar ik vond wit gewoon het mooiste. Dan heb ik dit nog. Even uitpakken. Voilà. En het is zo een schaaltje. En aan de binnenkant is een spiegel. En jullie zien mijn camera. Maar ik vond dit gewoon echt super mooi. En ook gewoon om foto's op te maken. En het leek me wel leuk om hier een paar kaarsen en decoratiespulletjes op te leggen. En daar achteraan een plaats te geven. Dat lijkt me gewoon heel tof. En je kan het daarna nog ook altijd gebruiken. Het is niet zo helemaal in kerstthema. Maar ik vind het er wel bij passen. Dan heb ik nog dit. En hierin zitten allerlei zilveren en witte en houten decoratiespulletjes. Ook nog een takje. Het leek me wel leuk om enkele van deze elementen in het schaaltje te leggen. In mijn volgende video gaan jullie zien hoe ik heel mijn kamer decoreer. Dus hou mijn kanaal zeker in de gaten. En dan ga je zien dat ik hiervan een paar spulletjes uitneem om in de schaal te leggen. Ook heb ik nog een mini kerstboom gekocht. Eerst was ik van plan om een schaal met dan een kerstboom en nog andere figuurtjes te maken, zeg maar. En dan een stolp daarover. Maar ik heb geen stolp gevonden. Dus voorlopig heb ik gewoon een kerstboom. Maar dat leek me ook wel leuk om in dat schaaltje van Hikmet te zetten. En ik vond het gewoon heel schattig. Dan heb ik ook nog knijpertjes in de vorm van een sterretje gekocht. En hier naast mij is zo een kippengaasrek. En daar hangen allerlei foto's aan. En het leek me wel leuk om de huidige pinnetjes te vervangen door deze knijpertjes. Gewoon omdat die in kerstthema zijn. En ik vind ze ook wel gewoon heel erg mooi. En ze waren ook niet zo duur. Er zijn in totaal 8 stuks. Op mijn kamer heb ik geen echte kerstboom. Maar ik heb wel dat kippengaasrek waar ik van alles ga aanhangen. En daarom heb ik deze sterren gekocht. Ik ben een beetje in het zilverthema gebleven. Gewoon omdat ik dat heel erg mooi vind. En thuis hebben we ook een kerstboom waar alles zilver en wit is. En deze ster vond ik wel heel erg mooi. Ik zal het eventjes open doen. Het ziet er zo uit. Ik vind het gewoon een super mooie ster. En ja, het leek me wel leuk gewoon om aan mijn prikbord te hangen. Om toch een beetje het kerstboom decoreren gevoel te hebben. Vervolgens heb ik nog dit. En dat is ook om aan mijn kippengaasrek te hangen. En dit zijn houten hertjes. Vorig jaar heb ik heel veel kerstdecoratie in het houtthema gekocht. En het leek me wel leuk om mijn kerstdecoratie van vorig jaar te gebruiken met dan een paar nieuwe dingen. En ik vond deze er wel goed bij passen. En het leek mij ook gewoon leuk om aan mijn kippengaasrek te hangen. En als laatste heb ik nog dit schattig mannetje. Dit is zo een gingerbread hanger. Ik ga het eventjes open doen. Het is eigenlijk een heel klein beetje fout, maar ik vond het wel heel leuk en een beetje speelser dan de andere decoratiestukken.
En dat mag ook wel. Zo, dat was mijn Action Shoplog. Het is redelijk kort, maar ik weet dat veel van jullie gewoon heel erg benieuwd zijn naar wat ik koop in Action om mijn kamer, mijn kot te decoreren. In mijn volgende video gaan jullie zien hoe ik dat juist doe. Het kan zijn dat dat een aparte video wordt of het kan zijn dat ik dat in een vlog laat zien. Dat weet ik nog niet. Maar hou gewoon mijn kanaal in de gaten. Dus abonneer zeker en druk op het belletje. En vergeet niet te liken als je het leuk vond. Ik wil jullie heel erg bedanken om te kijken en ik zie jullie in een volgende video. Dag!